Let us go back over two centuries to Brussels in the year 1760. Belgium was not yet founded, and Brussels was the capital of the Austrian Netherlands. A well-to-do blacksmith, John Triest, was living with his wife, Cecilia Mello, quite close to the main square. On the 31st of August, 1760, the ninth child was born into the family. The next day, he was christened Peter Joseph Triest. His parents had no way of realizing that Peter Joseph was going to become very famous, a man who would live to give, dedicated to God and to his fellow man, and a man who was going to found four congregations and several healthcare establishments. His example is still an inspiration to thousands of people all over the world. I would now like to take you on a tour through the life of Peter Joseph Triest. Little is known about Triest's early youth. He attended a Jesuit school and later on an Augustinian one. When he was 16, he traveled to Giel to attend the local Latin school. Already by that time, he was visiting psychiatric patients who were cared for by Giel families. 4 years later, he was at Louvain University at the Faculty of Arts. He wanted to become a priest and entered the major seminary in Mechelen. He was ordained a priest in 1786. Henceforth, he would be a priest for God and for the people. Initially, he remained in the surroundings of Mechelen, first at Blaasveld, then at Our Lady's across the Dial. In 1789, he became curate at Assen, where he served as chaplain to the Patriots. Thereafter, he became curate of Our Lady's of Hanswijk in Mechelen. The Franco-Austrian War was now raging. The Dahl School had been turned into a military hospital, and Triest was nursing the sick. A typhus epidemic broke out, and Triest succumbed to it, but, by a miracle, survived. 2 years later, in 1797, he was appointed vicar of St. Peter's in Rons. It is a troubled time. The French rule and anti-clerical laws of the French Republic were enforced. Every priest had to take the oath of hatred for the monarchy and loyalty to the Republic. Triest refused to take this oath, and within 2 months of his appointment as the vicar, his church was put under seal, and he was forced to go into hiding. Yet, he continued his apostolate in secret. Triest was not discouraged. It is said that, at that time, he went to administer the last sacrament to the wife of the French police sergeant, Cotton. The latter caught Triest in the act, but was so much impressed by Triest's courage and perseverance that from that moment on he took Triest under his wing. His order of the day from that time has been preserved. It shows that Triest was a man of prayer. After meditation, say prime and third, then prepare sermons and instructions. Make ready for Holy Mass, say a decade of the rosary, and then study. At 11 o'clock, sext and nones. Make adoration of the Sacred Heart in church, second meditation, and an examination of conscience. At 2 o'clock, vespers. A decade of the rosary, study, and visiting the sick. At 5 o'clock, adoration, rosary, matins, and lauds. At 7,
supper. At 9, night prayer in my room, and read a Bible chapter on my knees, and excerpts from Styad's aphorisms, and a chapter from a spiritual book every day. On the 8th of April, 1802, Napoleon restored peace between the church and the state through the Concordat with Pope Pius VII. Priests were again allowed to function unhampered. Treese could preach in public again and make no disguise of his enthusiasm, as we can read in his writings. O gelukkige dag. O happy day, on which I am allowed to speak to my dear faithful for the first time. As for me, I have forgiven my enemies long ago. I repeat in public before you that I have forgiven them from the bottom of my heart. I give them the kiss of sincere brotherly love and do not want any revenge. I want to reconcile them with God. Treese was very popular with the people in Reims, but the anti-clerical mayor, Fastier, did not like this at all. He wanted Treese to leave Reims, and soon found an excuse for it. Due to a misunderstanding, Treese had given a religious blessing to a marriage before the civil ceremony had taken place. For this reason, Treese was removed to a small village just north of Ghent, Leuvendingen. Father Treese wrote at Leuvendingen, "The three capital sins in my parish are drunkenness, blasphemy, and unchastity." Therefore, he sought means and people to remedy this situation. A rich lady made a house available to him in De Appenswoerdewijk, and the parish elders gave him some money. Thus, he established his first congregation on the 4th of November, 1803, the Sisters of Charity of Jesus and Mary. Placida van der Garn became the first general superior. Treese's initiatives do not go unnoticed. Prefect Faypoul and the mayor of Ghent, de la Faye, asked Treese to come and help them with the organization of public assistance in their city. On the 30th of July, 1805, Treese arrives in Ghent in the company of four sisters and two novices. They settle at the former Terhagen Abbey. He is now 45 years of age and has arrived at the turning point of his life. Here in Ghent, Treese reveals himself as an excellent organizer and advocate of the poor. The Ghent hospices and facilities were ailing, if they survived at all. Staffing was inadequate in their commitment and knowledge, and Treese was going to change all this situation. Appointments came thick and fast. The bishop appointed him as general superior of the Sisters of Charity and honorary canon of St. Bavo's. He sat on the committee of the Ghent hospices and served on the board for order and economy. He was chairman of the 12 small hospices and of the board for foundlings and abandoned children and of the Bijlmer civilian hospital. Father Treese is convinced that care for the elderly in the Bijlmer can improve only if a congregation of brothers takes over. Therefore, he founded the Hospitallers of St. Vincent. His young congregation of brothers failed twice. In the person of Simon de Nota, the group was saved. He became the first superior of the congregation, which was named the Brothers of Charity by the inhabitants of Ghent. This would become the official name of the congregation much later. Father Treese writes, "Dear brothers, the rules which I give you are extracts from the writings of saintly and pious men. These rules set out part of your obligations, namely, those points which regulate your exterior deportment. As to your interior dispositions, it is the Spirit of God who will make these known to you." Father Treese took the care for psychiatric patients to heart. In 1808, he sent a few sisters of charity to the Ghent orphanage to take care of the female psychiatric patients. Care for these patients was particularly poor at that time.
Male psychiatric patients were kept in chains in the cellars of Gerard the Devil's castle. Father Triest put a definite stop to this practice when four of his brothers of charity delivered the sick from their chains on the 30th of September 1815, in order to give them compassionate and humane care. It was a landmark in psychiatry. Later on, he will cooperate with Dr. Joseph Ghislain, the father of Belgian psychiatry. Dr. Ghislain built a proper establishment for psychiatric patients after Triest had died. It was a pilot institute for Western Europe. After Dr. Ghislain's death, the hospital was called after him. Father Triest also proved himself a great organizer in education. The Brothers and Sisters of Charity specialized in and founded schools for the poor, the deaf, and the blind. In 1825, he founded a third congregation at the Alexian Monastery, the Brothers of John de Deo. They nursed the sick at home. In that same year, 1825, the Dutch government wanted to abolish the beguinage. Triest took up the defense of the beguines in Ghent. He went to seeking William I of the Netherlands to plead for the continuation of the beguinage, and he achieved success. Father Triest grew older. He was given a helper to assist him with some of his responsibilities, Benedict de Decker. Yet his solitude did not diminish. In 1835, he founded a fourth congregation, the Sisters of the Childhood Jesu, who would care for the accommodation and education of foundlings. Father Triest was not to experience the actual start of his most recent sister's congregation, for he died in this room on the 24th of June, 1836, after a short illness. He was very close to celebrating the 50th anniversary of his ordination. "Give, and there will be given to you," were his final words. This simple saying is the theme of the many people who followed in his footsteps in one way or another. As a brother, a sister, and as co-worker in one of the many establishments of his congregations. Father Triest's inspiration lives on all over the world, in nursing, care for marginal people, psychiatry, and many more charitable works. Thousands of people can testify it. Let us talk with some of them. De essentie van de boodschap van onze stichter Vader Triest zou ik in een aantal punten kunnen samenvatten. Punten die voor mij zeer belangrijk zijn. Het valt mij op dat hij zich heel sterk gaat wijden aan de minsten. Dat hij ook gaat proberen aan die minsten echt kwaliteit van leven te geven. Dat hij dat ook op een gestructureerde wijze zal doen. Het is belangrijk van aanwezig te zijn bij één persoon. Maar zijn bekommernis is ook van dat op een solidaritaire wijze te doen naar velen toe. Hij gaat ook op een deskundige wijze doen. Het voorbeeld met Ghislain is wel treffend, dat hij naast de zorg, de liefdevolle aanwezigheid naar mensen met een geestesziekte, ook zal zorgen voor een deskundige begeleiding. En tenslotte, en ik denk dat dit zowat de sluitsteen is van het geheel, gaat hij alles proberen te doen vanuit die diepe evangelische motivatie. Dat zijn voor mij zo die stapstenen, zou ik kunnen zeggen, van de spiritualiteit van onze stichter. Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw. Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. In uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan van de offers die je hebt begonnen. Dan om en weer offeren op uw altaar. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
vanaf het begin heeft hij ons een dagorde meegegeven en hij hield eraan dat wij probeerden zoveel mogelijk deze dagorde te respecteren. Dat is hier de gemeenschap van het provincialaat, het provinciaal bestuur. Al de budders zijn betrokken bij de apostolaatswerken buitenshuis. Dat wil zeggen dat de meesten van ons regelmatig afwezig zijn, regelmatig ergens naartoe moeten gaan voor een vergadering, voor een samenkomst, voor een bezoek. Wij proberen toch nog altijd trouw te blijven aan elkaar, trouw proberen samen te zijn. In het weekend proberen wij daar heel speciaal aandacht aan te besteden. Ik denk dat dat een moderne of een actuele invulling is van dat gemeenschapsideaal, maar dan duidelijk geplaatst binnen de verwachtingen van vandaag. Het is allemaal begonnen bij Trist, op een heel eenvoudige wijze, met een kleine groep mensen. Zorg voor mensen met een geestesziekte, zorg voor gehandicapten, zorg ook voor onderwijs. Geleidelijk aan heeft dat meer en meer vorm gekregen, infrastructuren gekregen. En als we nu kijken vandaag, zien wij dat de Broeders van Liefde met heel veel medewerkers nog altijd zorgen voor mensen met een geestesziekte. Namelijk in 13 instellingen hier in België. Wij zorgen ook voor mensen met een handicap, mentaal gehandicapten, fysiek gehandicapten, auditief en visueel gehandicapten. Ook opnieuw in 13 voorzieningen hier in België. We hebben een 50-tal scholen. Totaal zijn er een 7500 mensen, medewerkers, die zich mee engageren in dat, mogen we wel zeggen, ideaal van Trist. Ook naar het buitenland zijn we gegaan, momenteel in 22 landen, waar wij proberen als Broeders van Liefde actief aanwezig te zijn, overal waar mensen in nood zijn, waar mensen in de marginaliteit dreigen te vervallen. Daar proberen wij Gods liefdeboodschap, zo eenvoudig is het eigenlijk, levend aanwezig te brengen. Dat is donderdag, ja. Dus woensdag heb ik u nog zien. Ja. Ik ben nu afwezig van morgen tot dinsdag. Ja. Als we zien hoe de figuur Trist in zijn tijd, in die tijd van toen, in feite tegen de gangbare maatschappelijke norm in, patiënten letterlijk ging bevrijden uit de boeien van Gerard de Duivelsteen, tegen de opvattingen van die tijd in, van krankzinnigen te gaan verzorgen en behandelen, dan zien we hoe vandaag in het psychiatrisch centrum Dr. Gislain de deuren nog opengesteld worden voor iedereen, hoe zwaar of hoe licht, of hoe eigenaardig ook de aandoening en de ziekte van die mensen is. Wij stellen de deuren open en dat is in diezelfde spiritualiteit van Trist nog steeds vandaag. Dus wij aanvaarden iedereen en wij zullen iedereen helpen waar we kunnen. Ik kan wel goed mee zo eens kijken. Ik dat klein op mijn zon. Je hard gewerkt van zijn leven, hè? Kom wel goed, jong. Hè? Kijk, ik ga toch veel nodig. Ik ben veel te goed. We moeten niet veel schermen, hè? Geef en die zal gegeven worden. Als wij een stukje aan de mensen kunnen geven van die levensvreugde, die spiritualiteit van de Broeders van Liefde, krijgen wij van hen heel veel terug. Wij krijgen in feite meer terug dan dat wij die mensen kunnen geven. En dat is dat geloof in de mensen, die zorg die wij hen geven, die dankbaarheid die wij van hen terugkrijgen, in de zin van, wij betekenen nog iets voor u. En dat komt je heel vaak tegen, dat mensen met een klein dankwoord, met een glimlach, echt zo, of met een schouderklopje, echt zo het gevoel geven van, jij hebt mij terug die vreugde van het leven gegeven. Wij zijn niet alleen geweest op het moment dat het moeilijk was. Wij zijn niet alleen geweest, want wij werden gewaar dat er achter ons mensen stonden die ons wilden helpen, die ons wilden steunen. Niet speciaal. Niet speciaal, staat er nog iemand achter mijn rug? Presenteert beter. Zelf weer van dienst op dat... Ja, dat presenteert beter. Wij gieten niet, dus... Wie heeft er wat geleerd? Is ze zij geleerd van Geert te pakken of heb jij haar geleerd? Niet. Ik denk een beetje de inspiratie door... De inspiratie wat belangrijk is. Ja. Ik denk dat de broeders in der tijd altijd geprobeerd hebben op een gratuite manier samen te werken. Weliswaar bij hen in congregatieverband, maar dat wij als leken die job langzamerhand hebben overgenomen. Maar wat wij nog gezien hebben,
bij die broeders, dat trachten wij nu toch wel door te geven. Wij willen in de buurt zijn van zowel leerlingen als van mensen die met ons dit onderwijs willen organiseren. Dat is zoals ik dat alles geformuleerd heb. Dat is de rol van een goede huisvader. Rekening houden met de mogelijkheden van iedereen. Ik denk dus dat dat een beetje evangelisch is als wij zeggen dat wij die armen willen brengen zover als we kunnen en met de mogelijkheden die wij hebben. Evangelisch zou dat kunnen betekenen een beetje hoop en een beetje vreugde geven. En het gaat niet om onze persoon, maar het gaat over alle medewerkers. Het iets meer geven dan alleen maar het louter onderwijs. Wie kan er allemaal vertellen wat er op het derde rijtje staat? Matthias. Wat? Maar begin maar van in begin. Begin maar vanaf het eerste. Eigenlijk verwacht elke jonge mens, denk ik, die wij in ons buurt hebben, verwacht wel iets van ons. En ik denk dat dat onze eerste opdracht is, en daar geloof ik heilig in, dat is dat elke mens eigenlijk in zijn leven één keer door een andere mens moet geraakt worden. Dat wil zeggen, iemand die hem aanspreekt, iemand die hem de kans geeft om zichzelf uit te drukken en iemand die naar hem luistert. Dan denk ik aan de uitdrukking van broeder Stokman, een beetje als pelgrim langs de wegen gaan. Dus met mensen op weg gaan en in die andere iets of iemand ontdekken. En dit maakt het eigenlijk enorm fascinerend. De x-component in het kwadraat plus de y-component in het kwadraat. Dus wat ga je doen? Hij doet dat nu allemaal zelf. Je gaat een kwadratische vergelijking krijgen waar je die t op een of andere manier gaat moeten proberen uit te halen. Probeer dat al eens voor uzelf. Dus ik heb destijds geopteerd om achter ons huis een boomgaard aan te leggen. En toen dat wat gegroeid was na jaren, wat bleek dan? Dat ik dus in feite nagelaten had te snoeien. En ik denk dat ik dat beeld mag gebruiken of wat mag toepassen op opvoeden en onderwijs. Ik mag dat niet laten liggen. Die opvoeding die moet eigenlijk elke dag gebeuren. Op ieder moment. Niet door mij alleen. Want zonder medewerking kun je zoiets niet aan. Ik vind dus dat waar wij moeten aanwezig zijn, dat is in de dagelijkse zorgen van iedereen die aan ons is toevertrouwd. En wat ik daarbij hanteer, dat is het principe van goed zijn, maar terzelfde tijde hou ik eraan van dat in een zekere discipline te doen. De beweging is een tehuis voor niet werkend meervoudig motorisch gehandicapten. Mensen dus die eigenlijk niet in de mogelijkheid zijn om te werk gesteld te worden, hetzij beschermd of in het gewone arbeidsmilieu. De beweging is echt een woonvorm in die zin dat wij proberen van dit huis een echte thuis te maken. Als wij spreken over volwassenen, als wij staan voor deze groep van mensen, proberen wij hen dus ook te beschouwen als volwaardige partners. En eigenlijk de groei van dit huis als dusdanig en de mensen daarbinnen gebeurt door een voortdurend overleg. Wat dan mogelijk ook de mensen laat ervaren van kijk, wij horen er echt bij. Ik denk dus dat het voor ons belangrijk is
om hen te laten voelen van kijk, dit is geen direct eindstation, dit is niet voor het leven, maar eigenlijk de tijd dat je hier bent, moet het echt wel van jou zijn. En zorgen wij dus dat het hier zo huiselijk mogelijk is en proberen wij dat ook ja, zo kleinschalig mogelijk te houden in die zin dat als je hier rondloopt, dus dan heb je niet de indruk van het is hier een grote instelling, het is hier koud. Wij proberen dus eigenlijk die warmte hier wel in te leggen, dus dat mensen eigenlijk dat ook kunnen ervaren. Wat triest betekent, is de aandacht die hij ook had voor de gewone mensen op de straat in zijn tijd. Voor de arme mensen, voor de mensen zoals ze waren, die in een bepaalde nood zaten en waarvan hij zag, daar moet iets aan gebeuren. Die mensen moeten opgevangen worden, hun waardigheid moet ook opgekrikt worden. En in die zin denk ik dat wij een stuk die spiritualiteit van Triest doortrekken. Door gewoon mensen hier opnieuw hun waardigheid te geven als mens. Van oké, je bent arm. Je hebt niet veel, maar hier ben je iemand. Hier ben je een persoon die volwaardig meetelt. Denk inderdaad dat weinig mensen die hier komen weten wie dat Triest is, of zelfs ooit maar van die naam nog gehoord hebben. Ik weet ook niet of dat echt belangrijk is dat ze die naam in C of op zich kennen. Belang is dat ze een stuk gevoelen dat wij nog altijd die liefde, die gevende liefde die Triest in zijn spiritualiteit had, willen doorgeven. Een van de pijlers van ons leven is het gebed. Maar het is wel zo dat wij ook heel maatschappelijk geëngageerd zijn in onze samenleving, wat willen betekenen naar mensen. En dat spanningsveld, dat proberen te integreren tot een geheel, dat is niet altijd eenvoudig. Maar daar herinner ik mij dan een van de anekdotes over Triest, is waarvan hij op een bepaald moment antwoordt aan de overste, die vraagt van, kan er niet meer gebed zijn? Dat hij daarop antwoordt, Oké, zeg jij, maar dan moet je vroeger opstaan om te bidden. Hè? Want jouw aanwezigheid bij de mens is prioritair, is het belangrijkste. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen. En gezegend is de rug van het lichaam Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader. Naar de toekomst toe denk ik dat de Broeders van Liefde een boodschap moeten blijven uitdragen. En die boodschap blijft zeer essentieel en zeer opvorderend. We hebben ze geformuleerd op ons laatste kapitel. Daar is gesteld geweest dat wij werk moeten blijven maken van de ontwikkeling van de cultuur van de liefde. Ervoor zorgen dat op alle plaatsen waar we aanwezig zijn, liefde groeit. Liefde aanwezig brengen waar geen liefde aanwezig is. En daardoor zijn we een stuk profetisch in onze manier van leven en werken, maar blijven we ook pelgrimeren. Pelgrimeren, daarmee wil ik zeggen dat wij op stap willen blijven gaan met onze medebroeders, met onze medewerkers, met de zieken, met mensen met een handicap, met mensen die het moeilijk hebben. Dat is volgens mij de belangrijkste boodschap vandaag naar de toekomst toe. En als we daar trouw aan blijven, of proberen trouw aan te blijven, geloof ik in dat de congregatie toekomst zal blijven hebben.